Citroën op andere tour met de nieuwe C4. Op bezoek bij AMG. En moet de DS Crossover voor China naar Europa komen? Hallo en leuk dat je weer kijkt naar het Autoweekjournaal. De Citroën C4 leidt een beetje een onopvallend bestaan in het C-segment, terwijl zijn neef, de Peugeot 308, momenteel de show steelt. Ja, Alexander, die C4 die is alweer 4 jaar oud. Wordt het niet eens tijd voor een nieuwe? Ja, nu natuurlijk nog niet direct, maar inderdaad zo ongeveer 2 jaar verder, dus 2016, dan verwachten we inderdaad een nieuwe C4. Ja. Gaan ze weer op dezelfde tour verder? Nou ja, het is nu natuurlijk een beetje een wat anonieme auto eigenlijk. En we denken dus dat Citroën hem een beetje wat spannender wil maken. Dus een beetje het idee van Cactus en ook een beetje meer C4 Picasso-achtig. Want qua front ook. Die ruimte komt er, want de DS wordt meer een eigen lijn. Ja, dat wordt zelfs een eigen zelfstandig merk. Ja. En je hebt nu eigenlijk een soort tweedeling in het Citroën-gamma tussen de wat saaiere oude modellen en de... Ja, best wel leuke nieuwe modellen die ook technisch een stuk beter zijn. En de C4 moet ook naar die nieuwe, vrolijke hoek gaan, zeg maar. En neem aan dat ze bij Citroën goed gaan kijken naar die 308, hè? Techniek hetzelfde, denk ik? Ja, dat platform dat is een stuk moderner. Dat betekent dat de auto lichter kan worden en dat gaan ze zeker gebruiken, inderdaad. Komt er nou ook een keer een station? Want bij de 308 is dat echt, echt een gouden greep. Ziet er gewoon goed uit. Ja, daar is niet echt iets over bekend eigenlijk. En Citroën heeft natuurlijk ook veel succes met Picasso-modellen. Ja, dus, en de Grand Picasso. Ja, exact. Ja. Dus dat is dan misschien toch een indicatie dat Citroën daar niet aan gaat beginnen. Maar er is niet echt concreet iets over duidelijk. Nou, Alexander, dankjewel. 2016 is het dus zover. Een geheel nieuwe Citroën C4. Nou, wil je er meer over lezen, koop dan Autoweek 47. En die ligt woensdag in de winkel. De Mercedes CLA duurtester is een 180 Blue Efficiency en dat betekent dat hij maar 122 pk heeft. Best een braaf ding dus. Hoe heftig het ook kan, bewijst de AMG-versie, de 45 AMG. Ja, en wij vonden het is tijd voor een bezoek aan AMG in het Duitse Affalterbach. Michiel, jij nam de duurtester mee, 122 pk, hoe was de rit? Rustig. Ja, dat is wat je al zegt. Het is geen wilde jongen. Hij haalt net 200 op de autobaan en dan is de rek er wel uit. Ja. Maar het is gewoon een comfortabel ding. En voor het heftige spul moet je naar Affalterbach. Affalterbach, want daar zit de AMG. Ja, klopt. Ze noemen het wel het Maranello van het noorden. Ja? Althans, dat zeggen ze zelf graag natuurlijk. Ja, het is begonnen als bijna letterlijk als een boerenschuur. Hè? Met Aufrecht en Melger, dat waren twee engineers. Die in de jaren 60 zaten ze een beetje te rommelen met AM is dat, hè? AM. En dan de G van Groß Asbach. Dat is de geboorteplaats van Melger of Aufrecht. Een van de tweede wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval, dat waren twee jongens die waren gewoon lekker aan het sleutelen aan racemotoren. En dat deden ze eigenlijk dusdanig goed dat ze AMG hebben opgericht. En van het een kwam het ander. Mercedes ging zich ermee bemoeien, nam een aandeel in AMG. En het is wat het nu is. Een hele grote, serieuze partner van Mercedes. Ja, want kun je nou alleen daar terecht voor tuning in Affalterbach of is het meer? Nee, het is eigenlijk, de hoofdmoot bestaat uit de motorenmanufactuur. Gewoon de motorafdeling. Ze bouwen daar de V8 en de V12 met 120 man personeel die aan de motoren bouwt. En dat gaat echt op z'n Duits, alles strak en gründlich, maar tot in de puntjes verzorgd. Ja, je bent nog even op pad geweest met die SLS Final Edition ook. Ja, dat was ook een leuke bijkomstigheid, daar mochten we even een dagje mee op pad. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de eerste auto die door AMG zelf is ontwikkeld, hè? Die SLS AMG. En dat was een heel goed ding. Ja. En dat hebben ze nu doorgetrokken naar die GT. Ja, waar deze week Marco mee gaat rijden. Ja, die is de gelukkige. Ik heb hem mogen bekijken tijdens de statusintroductie. Ja, ik vind hem schitterend. En hoe die rijdt, dat mag Marco worden. Hey, en heb je die CLA 180 nog een beetje laten kietelen daar? Of ben je gewoon weer met 122 pk naar huis gekomen? Ik denk, ik doe het weer rustig aan. Ik had een middagje SLS AMG erop zitten. En dan weer even cruise control een beetje, 130 en lekker naar huis kan gaan. Rustig aan. Ja. Dit hele verhaal lees je dus in Autoweek nummer 47. En die ligt dus woensdag in de winkel. Als Autoweek-redacteur kom je nog eens ergens. Michiel is net terug uit Zuid-Duitsland en Cornelis net terug uit China. Is met de jetlag? Ja, goed man. Lekker net een beetje in de nasi gezeten, dus kunnen de winter weer door. Hey, je hebt in China gereden met wat auto's die niet hier leverbaar zijn. Eén daarvan is die Citroën DSX, heet die geloof ik. DS6WR. DS6WR zelfs? Ja. Oké. Okay. Wat is dat voor auto? Ja, dat is een serieuze SUV eigenlijk. Weliswaar alleen voorwiel aangedreven, maar... Een beetje auto van het formaat Audi Q5. En als je ermee rijdt, krijg je ook wel een beetje een Audi Q5 gevoel erbij. Dat klinkt goed. Ja, knappe auto. Waarom komt hij niet naar Europa? Ja, dat is de grote vraag. Daar hebben ze andere ideeën over hierover voor ons. Maar
ik zou hem graag in de straat zien rijden. Het is een hele mooie machine. Ja. Er zit alleen een DS-logo op, hè? Geen Citroën-logo, geloof ik. Ja, hè? Dat is een nieuwe policy. Het is alleen DS. Wat voor motoren? Voor zover tot nu toe bekend is, alleen een 1.6 e-THP en een THP. De een is 160 pk en de ander 200. Zo. Nou, ik heb met die 200 gereden. Ja, je mist niks. Dat zijn dus precies dezelfde motoren als die we hier kennen? Ja, in basis wel, ja. Maar goed, voorlopig blijft het dus lekker in China. Ja, helaas wel, ja. Dan heb je ook nog met een ander merk gereden. Ja, de Denza. Dat is zeg maar de joint venture van BYD en Daimler. Mercedes. Mm-hmm. Dus ja, de Chinezen zorgen voor de accu's. Ik bedoel, ja, iedere iPhone, alles komt daar vandaan. Ja. Dus dat kunnen ze wel. En ja, Mercedes heeft voor de auto eromheen gezorgd. Mm-hmm. En nou, het is een elektrische auto en ja, dat rijdt ook prima. Dat is een hele grotere auto dan je op het eerste gezicht verwacht. Ja, Mercedes komt zelf ook met een elektrische B-klasse. Ja. Is het vergelijkbaar, denk je? Nee, dit is even groter. Dit is een serieus grotere auto. Zelfs met mijn 2 meter kan ik achterin zitten met hoofdruimte over, zeg maar. Ja. En ja, er zit ook een serieus accupakket in wat veel groter is dan wat Mercedes zelf van plan is. Er zit iets van 45 kilowattuur in. Nou, dat is dik 2 keer zoveel als wat we bijvoorbeeld in een Renault Zoe zien. Mm-hmm. En je moet er ook makkelijk 300 kilometer mee kunnen rijden. Ja. De merknaam is Denza? Denza, ja. Ja, dus niet BYD? Nee, dat staat er niet op, want dat verkoopt in China namelijk niet. Die willen namelijk iets Europees hebben. Ja. Maar die kans zou er kunnen zijn, nu BYD steeds vastere voet gaat krijgen in Europa. Ja, maar goed, dat moet de tijd leren. Dat is in ieder geval deze auto. En ze werken ook nog aan een iets compacter model. En ja, dat is misschien voor Europa nog interessanter. Nu ben jij al een aantal keren in China geweest. Misschien een keer of 5, neem ik aan. Ja, zoiets. Wat is de ontwikkeling die je in die tijd hebt gezien daar? Toen ik daar de eerste keer kwam, toen was echt met een paar buren had je gespaard voor een klein minibusje, zeg maar. Tenminste, voor de gemiddelde Chinees dan. Ik bedoel, aan de bovenkant, de grote auto's verkopen altijd wel. Maar voor het gewone volk, ja, en die beginnen nu steeds meer personenauto's te rijden met z'n allen. Dat is een hele omschakeling, zeg maar. Ja, dus de Chinezen die hier komen, kun je daar iets over zeggen? Ja, het hangt allemaal in de lucht. En je weet nooit precies hoe lang het in de lucht blijft rijden. Ja, Koros, het staat aangekondigd, maar wanneer, we weten het niet. BYD ook. Dat moet de tijd echt gewoon leren. Ik denk dat je in dit geval pas kan zeggen dat hij er is als hij ook echt daadwerkelijk bij de dealer staat. Ja. En tot die tijd moeten we maar afwachten. Het is ook een beetje het exportverhaal van die Chinese auto's naar Europa toe. Mm-hmm. Die Chinezen zelf die willen natuurlijk een auto hebben die in Europa goed aangeschreven staat. Ja. Vandaar dat ze natuurlijk heel veel westerse auto's rijden daar. Ja. En als je natuurlijk kan zeggen van een Koros of een BYD, ja, die worden in Europa ook verkocht. Ja. Dan zijn het er maar 500. Ja. Dan staan we toch weer terug op de thuismarkt van, het is toch een Europese gewilde auto. Ja. Oké, Cornelis. Nou ja, goed. Ze komen eraan en we zijn weer wat wijzer geworden in China. Wil je nou meer te weten komen over die DS-crossover die we gereden hebben, die Cornelis gereden heeft? Houd een Autoweek in de gaten. Binnenkort een uitgebreid verhaal. En hetzelfde gaat ook voor die Denza, hè? Ja. Oké, dankjewel Cornelis. Deze week zul je vooral de nieuwe Hyundai i20 voorbij zien komen. Misschien heb je al gelezen hoe hij rijdt. Het uitgebreide rijverslag staat volgende week in Autoweek nummer 48, maar je krijgt ook eerst nog een video te zien. Dan Autoweek 47, die woensdag in de winkels ligt. Daarin de eerste vergelijkingstest met de nieuwe Nissan Pulsar. Hij wordt getest tegen een Toyota Auris en een Kia Ceed. Ja, en dat was het dan alweer voor het journaal van deze week. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En tussendoor natuurlijk het laatste nieuws en de nieuwste video's op www.autoweek.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.